Ik begon met hardlopen in 1991. Ja, en dat vond ik heel erg leuk. Dus zo ben ik eigenlijk uitgegroeid tot een jaarlijkse marathon rennen. Het hardlopen heeft me heel erg geholpen met als ik problemen had en in een periode dat ik het heel moeilijk had. Het is een vorm van therapie, want ja, je maakt je hoofd leeg. Je lichaam doet soms heel erg pijn, maar dat overwin je weer. Ik merk gewoon dat als je ouder wordt, je lichaam wordt strammer. En als je iets hebt, dat duurt langer voordat het beter is. En dan wil je elke keer terug, of je denkt van, oh, ik moet terug. Maar ik merk aan mijn lichaam, van als ik het blijf gebruiken, dan voel ik me energieker in mijn lichaam en in mijn hoofd. En dan is ouder worden is dat niet zo erg. Alleen, ja, je moet meer tijd nemen en genoegen nemen met kortere afstanden bijvoorbeeld. En het blijven doen, dat is voor mij gewoon heel belangrijk. Ik tel mijn stappen, dus elke keer als mijn rechterbeen op de grond komt, dan is dat 1, 2. Ik voel het als een vorm van mediteren. Ik raak altijd de tel kwijt, maar het helpt mij wel om mijn gedachten helemaal stop te zetten. En om mezelf te verbieden om medelijden te krijgen met mezelf. Van, ah, het doet pijn, of ik ben moe, of ik heb te warm. En door het tellen schakel ik dat uit. En ja, dan kom ik in het ritme dat ik me ook verder niet meer druk maak over dingen. Ik word er heel rustig van en ja, dan geniet ik ook. Dan kan ik om me heen kijken en dan kan ik rustig ademhalen, want je ademhaling gaat ook mee op het tellen op een gegeven moment. En dat, ja, als ik dat bereikt heb, dan denk ik van ja, heerlijk. Nou is het leuk.